keer vandaag voor mij in de Jumbo. Nou, de vlog heb ik weer in elkaar gezet. Een hele goede morgen allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Karen en Roderick. Roderick en Karen. Ja, dat zijn wij. Het is vandaag donderdag 25 augustus 2022. En het is nu net 7:58 in de ochtend geweest. Ja, ik heb even nou mijn vlogcamera niet bij me. Daarom eventjes openen met de telefoon. Sorry, excuus daarvoor. Maar ik ga dat zo meteen even uitleggen hoe dat zit. Want ik sta nu bij de dealer voor hier precies. Want mijn auto, die zegt denk ik van, doe het lekker even een beetje zelf. Ja. Dus wij wensen jullie gewoon zo, al met al, gewoon heel veel kijkplezier op deze video. Oké, op het eerste gezicht is er niks aan de hand, hè? Nee, oké. Nou, dan ga ik hem gewoon eventjes hierop aandrukken. Gewoon normaal. En één keer krijg ik dit. Ja. Nou, en dan ga ik dus... Nou, kompas is niet beschikbaar. Even wat zachter. Nou, deze gaat ook niet automatisch aan. Moet ik aandoen. En als ik muziek aan wil hebben, dan moet ik het dus via deze doen. Want als ik dat dus via deze doe... Je ziet het. Er gebeurt helemaal niks. Nee. En dat is een beetje vervelend, zeg maar. Ja, hij doet het gewoon niet. Ik moet eerst helemaal daar naartoe. Of, nou, daar is ik al. Dat werkt. Als ik deze indruk, behoort hij eigenlijk ook al wat te gaan zeggen, zeg maar. Doet hij ook niet. Ik zal eens even kijken wat hij nog meer allemaal niet doet. Geen audio, terwijl ik wel audio aan heb. Wagenstatus doet hij ook allemaal niet. Rijgegevens doet hij dan wel, alleen dat. Hulpsysteem, ook die staat gewoon nu wel weer aan, vanochtend niet. Kompas, audio, telefoon ook niet. Hij zegt helemaal lekker, doe het zelf. En als ik dus hier naartoe ga en ik ga naar wagen, laat hij ook helemaal verder totaal niks zien. Dus zodoende dat ik dus nou gewoon weer zoiets heb van, ik sta wel weer bij mijn dealer. Ja, dus dat gaan ze maar lekker fixen zometeen voor mij. Want hier kan ik dus niet mee overweg. En daarbij, hij stuurt ook gewoon een heel stuk stroever. En dat is gewoon niet fijn, zeg maar. Nee. Dus ja, en daar kwam ik dus eigenlijk vannacht achter dat ik weer naar huis reed. En dat is gewoon zo niet fijn. Gewoon eigenlijk met een auto die het gewoon maar half doet. En nou ja, deze bord, mijn radio die ook gewoon uitspringt. En dan moet ik hem weer zelf aandoen. Nou, en als hij het wel doet, dan is het scherm ook niet zo fel. Vannacht was hij gewoon onwijs fel. Dat was gewoon niet chill, zeg maar. Dus ja, ik kan er ook niks aan doen. Het is helemaal zo.
Eens even kijken wat ze zo meteen voor me kunnen doen. En anders dan geven ze mij maar gewoon een leenauto en ze fixen het maar. Want ik heb hem nog maar net 2 maanden en 2 dagen. Dus ik vind het goed. En dan nu al deze problemen. Raad niet echt, hè? Nee. Dus ja. Zodoende dat ik nu eigenlijk hier zit en sta. En wacht totdat ze hier open zijn. Ja. Want ja, ook als ik dus mijn telefoon hier op mijn houdertje zet. Zie je. Hier dus op. En ik doe hem dus aan de kabel. Hij wil ook niet verbinden en met Bluetooth. Dus ik kan niemand bellen. En nadat hij over de speakers gaat. Helemaal niks. Nee. Dat is niet handig niet. Nee, want mijn auto moet dat wel doen. En dat doet hij dus niet. Nee. Want als ik dus hem ook gewoon op Flitsmeister doe. Nou, hij normaal. Dan heb ik een normale kaart, zeg maar. Nu. Nou, dat werkt gewoon niet. Geef mij maar gewoon een normale kaart. Gewoon dat het een beetje, dat ik gewoon goed kan zien waar ik rij. Want ik kwam om 2 uur vannacht thuis. En om 5 uur ging mijn wekker weer, omdat ik dus al had beloofd om naar zijn werk te gaan. Dus zoveel slaap heb ik nou ook niet gehad. Maar oké, okay. Maakt niet uit. We gaan er gewoon weer voor, gezellig. Ja hoor. Dus ja, dat was het even. Dus ik wacht eventjes totdat ze er zijn. En dan ga ik naar binnen lopen en dan even kijken wat ze voor me kunnen doen. Meer kan ik niet doen. Nee. Ja, even rouw opgehaald van zijn werk. Nu even gapen, jongens. Ja. Nu gaan we weer even weer naar de jongens toe. Ja, we gaan naar de jongens toe. Ja. Ook gezellig. Ook moet ook gebeuren. Contacten bijhouden. Ja. Zo. En dan gaan we even wachten op Ro. Hoi, schat. Hoi. Ik was vergeten. Oh ja, nou sorry hoor. Dat is mijn glas. Jouw glas. En dan vergeet ik toch mijn glas. Ja, ja. Het is jouw glas en mijn... Ja, oké. Okay. Ik weet mijn glas. Ja. Dus. Nou, het is geen bus. Nee. Zo. Zo, wie... En ik moet eerst naar achteren, anders werkt dat niet. Zo. Ja, dat is heel fijn. Zo. De rode laat ik hier even achter. En ik ga weer even naar huis. Ik ga even lekker naar de hondjes toe. En dan kan ik ook even namelijk vlogs editen en even vlog even inplannen, want anders hebben jullie weer niks. Nee. Want vandaag is namelijk de laatste online gekomen. Dus ja, dan moet ik wel weer even in gaan plannen. Anders schiet het niet echt op, hè, vanzelf. Je bent een vlogster of je bent het niet. Dus ja, dan moet ik ook dan even... Vier.nl. Dus dan moet er ook even wat dingen wijken vanzelf, ja. En wat voor weer? Met een paar ongelukken. De meeste vertraging zien we in het midden van het land. De files vanaf een kwartier vertraging. Die staan kwartiervertraging. Amsterdam richting Den Haag. Tussen Schiphol en knooppunt Burgerveen 7 ja, kilometer. Tuurlijk. De vertraging is 20 minuten. De rijstroken zijn dicht na een ongeluk. A9 Amstelveen richting is die ook weer thuis? Tussen de afrit Haarlem-Zuid. Of niet? Ja, dat denk ik dan wel. Want het is een... raampjes zijn open, ja. Maar oké, okay, ja, daarom zeg ik al, ik ga naar huis en ja. En dan ga ik daar even mijn dingetjes doen, want dat moet er gewoon gebeuren, klaar, punt. Dus, ja. Hey Google, let schip per se aan. Hey Google, let strip PC 50%. Zo. Ik heb post, ik weet totaal niet meer wat ik heb besteld. Echt totaal niet. Het zal. We gaan het even openmaken, dit leuke pakketje, jongens. Ik heb dus blijkbaar iets besteld, alleen ik weet niet meer wat.
Ja. Maar ik weet niet meer waar ik deze moet doen, joh. Hé? Waar moest ik deze ook alweer doen dan? Ik moet, want ik heb deze dus besteld en voor mijn auto, maar ik weet niet meer waar ik deze moet neerknallen. Ik ga hem even kijken. Even, ik weet dus alweer waar ik het heb besteld, dus ik moet even kijken waar ik het moet doen. Ik weet het echt niet meer. Ik vond hem wel grappig, maar ik weet niet meer waar ik het moet. Het zal wel. Maar oké, maakt niet uit. Dat dus. En ik heb wat anders binnen, daar ben ik ook niet zo heel blij mee. Ik weet niet wat het is. Oké, ik denk al. Hè? Ja, oké. Ik schrok al even. Oeh. Nee, ik kreeg dus namelijk een brief. Van een hele mooie. Koekoek. Schrijf dat. Mag wel. Zo, goedemorgen. Ik kreeg hier dus een mooie brief van. Dus ik schrok, denk, nee, wat heb ik nou weer gedaan? Nou, Karin, helemaal niks. Gewoon camera in beeld. Ja, ik heb wat gedaan, dus. En mijn nieuwe pinpas is, denk ik, binnen, jongens. Heerlijk. En ik moet mijn bureau gaan opruimen, ook dat. Ja. Kijk, die kan weg. Sowieso gelijk, zometeen. Hartstikke fijn. Die kan weg. Helemaal goud. En ik denk dat mijn nieuwe pinpas binnen is. Want mijn pinpas die zegt van doe het eigenlijk lekker zelf. En ja, dit is inderdaad mijn nieuwe pinpas. Oh, wat ben ik blij en met mijn nieuwe pinpas, zeg. Haha, fijn. Nou, deze ga ik zo meteen even lezen. En heb ik nog een brief van de gemeente binnen. Ook even kijken wat dit is. Ook wel erg handig om te weten. Eens even kijken. Oké, wat heb je nodig? Oké, nou dit moet ik ook weer met Ro doen samen. Jee, joepie. Oké, nou, dan kan dit ook weer weg. Pleiten, lekker opgeruimd. Opgeruimd staat. Netjes, precies dat. Mooi, top. Dan moet ik dat weer eventjes in de tas doen. Dat weer even in de tas doen. Kijk, dan is weer deels dingen weer opgeruimd. Hé, hey, hoe toevallig. En dan moet ik even kijken. Bij de... Ja, ja, even kijken. Ik moet even naar. Ja, zo. Goedemorgen, kortingen. Ali, volgens mij heb ik dat namelijk besteld. Bij AliPress, volgens mij, account. Ik weet niet meer waar ik dat niet... Of was dat... Ik weet niet meer waar ik dat heb besteld, jongens. Of bij Wis, ken ik nog. En bij Wis. Dat ik het daar heb gehaald. Besteld. Ik zal het even... Nee, hartstikke mooi. Daar naartoe, bestellingen. Hè? Waar heb ik dit dan besteld dan? Goedemorgen. Staalman van de Werf, waar heb je dat besteld? Geen idee meer. Account. Nee, ga weg. Sluiten. Daar heb ik het niet over. Verzonden. Ah, kijk. Oh, ja, ik weet het alweer. Ja, ik weet het alweer. Ja. Zo, goedemorgen.
Ja. Maar waarom heb ik een... Ja. Deze moet dus namelijk bij mijn spiegel. Ja. Dat was hem. En ik had er ook namelijk voor rood besteld. Ja. Dat was hem. Ja. Maar dat weet Rode nog niet. Nee. Dat was hem. Ja. Dit is en voor de spiegel. Is leuk. Nee. Zo. Ik ga even de dames naar binnen halen. Blijf. Blijf. Ik ga Lady naar binnen halen. Lady, kom. Kom. Kom maar. Blijf. Blijf. Lady, kom. Deze kant op. Lopen. Goed zo, meisje. Oh, wat ben ik weer trots op jou. Ja. Ja, echt wel. Ja, wat ben ik weer lekker trots op jou. Kom. Op de gang. Ja, op de gang. Kom. Alle drie. Op de gang. Thank you. Zo. Het is zeker mooi. Het is hier nou een beetje donker, maar het maakt niet heel veel uit. Vinden de hondjes niet erg? Nee, hè? Vinden jullie niet erg? Vrouwtje gaat de baas ophalen. Ja? Ik ben zo weer. Ik zal de mat even goed doen. En dan ga ik de baas ophalen. Ja, tot strakjes. Wat gaan we doen? Blijf tot straks, wijfie. Oh, wat vergeet ik? Ik vergeet wat. Haal ik weer even op. Voor de derde keer vandaag. Voor mij in de Jumbo. Voor Ro voor de tweede keer in de Jumbo. Ja. Nou. Het is nu heel veel dan weer. Nou. Evenveel als net, maar dan nog een stukje minder. Evenveel als net, maar dan een stukje minder. Nou, joepie. Of ik ook niet, want dat kan ik zelf wel maken. Wat? Uitstellen. Waar? Waar zie je dat, dit? Iced tea Earl Grey. Dus iced tea Earl Grey. Ja, dus dat. Dus nee, dat hoef ik niet. Weet je wat ik leuk vind? Dat is dit altijd. Daar kun je weer lekker mee spelen. Dat vind ik leuk. Ja, loop maar door. Of wil je wat meenemen? Even kijken. Oh. Hier heb ik een... Maar er ligt ook wat in mijn koelkast iets op jou te wachten. Okay. Ja. Ja. Er ligt nog wat in mijn koelkast op jou te wachten. Ja. Echt wel. Dus, we gaan nog meer naar kijken in de kaas. Je hebt pijn in je voetjes, hè? Je hebt wat lopen, of niet? Speciaal voor jou. Vakantiekaas. Dat kan. Ik weet niet of het lekker is. Onderweg. Ik hoef geen vakantiekaas hoor, nee. Ik heb mijn eigen kaas en dat is al duur genoeg op dit moment. Waar ben jij nou weer naartoe? Oh, naar de kaas. Hoe verrassend. Dat is cheddar, dat is die en die moet je dan nog in plakjes snijden, schat. Bijna 3 euro. Dit is goedkoper. En daarnaast, en die is nog goedkoper, 1 euro. En die kleintjes. En wat heb je nog meer? 3,13, 3,33 en 3,23. 2,39. Geef eens.
dan zou ik de kern hem nemen. Kijk, Roderick die wil dus dit meenemen, maar we moesten kijken hoe duur dat is, jongens. Hallo, scherp. Ja, dus dat. Ik zou het er niet voor over hebben, ik. Maar als jij dat wil halen, schat, moet je dat gewoon lekker doen. Of ga je een andere meenemen? Kern. Kijk. 1,83. Ja, maar het is wat jij wilt. Het is jouw geld. Het is niet de mijne. Jouw geld deels ook niet. Wel, niet. Geen idee. Dus, we gaan even kijken. Nou, de vlog heb ik weer in elkaar gezet. Die is dus nu daar aan het renderen. Ja, moet ook gebeuren. En, maar ja, ik ga wel weer de vlog afsluiten, want het is inmiddels alweer bijna, we kijken, 1:15. Ja, hoe bizar. Maar, ja, wat ik al zei, ik ga gewoon de vlog afsluiten. Ik ga lekker naar bed. De hondjes die komen nog even kijken bij me. Hé, hey, Lof, kom. Gaan wij samen de vlog, kom eens hier, kom. Gaan wij samen de vlog afsluiten. Ja? Nou, mensen, heel veel bedankt voor het kijken naar deze leuke vlog. Vind je deze vlog wel leuk? Ik zou zeggen, dan doe het duimpje omhoog. Geef een kusje. En laat even een leuke reactie achter. Ja, gewoon even alles, jongens. En dan zien we jullie weer graag weer morgen bij een gloednieuwe vlog weer terug. Ciao.